jullie allemaal zijn gekomen. Welkom. Ik ben natuurlijk ontzettend trots dat ik hier weer mag staan. Ik heb Jennifer een aantal jaar geleden leren kennen. En toen zat ze net in de overgangsfase van de ene salon naar de andere. En was ze aan het verhuizen. En mocht ik dus bij haar thuis komen, een kleine salonnetje. En dat vond ik zo charmant, want ik keek naar buiten en dan zag ik een honden spelen. En af en toe kwam een heel knap kind zo de hoek om te kijken wie er nou weer in de stoel zat. En dat vond ik echt hartstikke leuk, daar zal iedereen hebben. En om nou te zien dat ze een aantal jaren verder gewoon hier in dit prachtige grote pand staat. En gewoon weer een productlijn gaat lanceren, dan ben ik echt ontzettend trots. En wat ook ontzettend leuk is, is dat zij heel veel samenwerkingen aan is gegaan met bekende Nederlanders. Waaronder bijvoorbeeld Christina Curry, Faya Laurens, Josh V, Nikki Tutorials van YouTube, Samantha van der Plas, goede vriendin van mij, Jamie Faber en natuurlijk Esmee van Kampen. Nou, ze is natuurlijk ontzettend ver gekomen al, maar dat ze ambitieus is, dat wisten we al. En we hebben eigenlijk een ontzettend leuke topvrouw uitgenodigd vanavond. Ze staat er helemaal achter en ze komt eventjes voor jullie op speciaal. Mag ik een applaus voor Anouk Schulders? En Anouk gaat ons vertellen wat de visie is van Jenne van Hoeven. Dat is wel de bedoeling, ja. En nu zullen jullie ongetwijfeld denken, dankjewel Yvonne. Ja. Ongetwijfeld denken, wat heeft die vrouw kort haar? Want dat is best een gekke plek hier. Jennifer, nee, dat is best een gekke plek. Maar daar ga ik jullie eerst even vertellen hoe ik Jennifer heb leren kennen. Ik denk zo'n 6 maanden, 7 maanden geleden was ik bij een evenement, Friends of the Brands, waar ontzettend veel gave merken staan, die vrouwen eigenlijk allemaal willen hebben. En wat er ook bij stond, was dus Jennifer, met allemaal hele mooie haarstukken. En nou heb ik 5 jaar geleden mijn haar afgeknipt, omdat ik daar vreselijk veel zin in heb. En als je je haar afknipt, dan is het eigenlijk altijd zo, als je kort haar hebt, wil je lang haar. Als je lang haar hebt, wil je kort haar. Dus ik zei tegen haar, leg dat eens even aan me uit. Hoe gaat dat erop? Hoe moet ik dat vastzetten? En is dat wat voor mij? Kan er al wat in? Want ik had heel kort haar. En ze zegt, nee, je haar is eigenlijk te kort, maar er kan zeker wel wat in. Maar kom een keertje bij me langs en dan praten we daar een keer over. Ze zegt, maar wat ik nou zo leuk vind, is dat het in ieder geval gaat over een cosmetica lijn. Over een lijn waar mensen gewoon kunnen zeggen, ik wil gewoon extra haar. En dat is er. Nou, ik heb jou 6 maanden niet gesproken en ik kom hier en ze heeft dus gewoon haar eigen pret-à-porter-lijn. Zo snel gaat het dus. Yvonne zei net al van het pand, hoe snel dat is gegaan, maar ook met je eigen lijn. Ik zie er een paar maanden niet en die vrouw heeft gelijk een hele nette pret-à-porter-lijn opgezet. Heel erg goed, gefeliciteerd ermee. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar niet dat, dat is niet het enige wat ons een beetje bindt. Ik ben opgegroeid in een kappersgezin. Mijn moeder die had kapsalons, schoonheidssalons en die is op een gegeven moment zelf ernstig ziek geworden, kreeg chemokuren en die is daarna, heeft ze gezegd, ik wil graag vrouwen behandelen die een pruik nodig hebben, die na het ziek zijn heel graag toch een mooi haar willen hebben. Dus ik kan me niet herinneren dat dat er niet in mijn omgeving was. En toen de tijd was het dan heel moeilijk om mooie pruiken te krijgen van echt haar. En ja, kijk waar we nu staan. Maatwerk is natuurlijk ontzettend belangrijk en zowel cosmetisch hè, natuurlijk wat we zien, maar ook medisch. En een heel mooi voorbeeld daarvan is Tonina. Kom je even bij me? Oh, ik dacht dat je van de andere kant kwam. Ik zat helemaal te kijken naar die ketel, kom bij me staan. Tonina, jij hebt prachtig haar. Ja. En kun je ons vertellen hoe jij, waarom jij dit haar hebt? Omdat ik al deze haar niet heb. Excuse me? Alopecia areata, haaruitval. Kijk, want dat is echt een ontzettend moeilijk woord. Dat is natuurlijk best wel moeilijk, want ik heb jouw verhaal gehoord van papa en mama en van jou ook. En ik ben natuurlijk een beetje huiswerk gedaan. En dan kom je gelukkig iemand tegen die ontzettend mooi haar voor jou kan maken. Mm-hmm. En hoe is dat dan op school bijvoorbeeld? Hoe vinden jouw vriendinnen dat je van dat prachtige haar hebt? Nou, gewoon soms is het wel jaloers. Haha, kijk, dat was, dacht ik al dat ik dat wil horen. Maar weet je wat het grappige is? Dat Jennifer dus nu over een lijn heeft bedacht. Dat eigenlijk iedereen dat haar kan hebben. Ja. Wat vind jij ervan? Goed. Dus dan kunnen al jouw vriendinnen ook gewoon dat haar hebben eigenlijk. Ja. Dan heb ik net ook gehoord dat dit niet jouw enige haar is, hè? Je hebt er gewoon nog één. Ja. En hoe komt het dan dat je er 2 hebt? Dat.
over reserve. Mag ik een heel groot applaus voor Tomina? Goed gedaan hoor. Ze zijn het al van, jeetje, best spannend om op dat podium te komen, maar Josse, natuurtalentje, hartstikke goed. En dat is eigenlijk precies het moment waar het ons naartoe brengt, want er is dus een pret-à-porter-lijn van haar. En hoe leuk is dat? Want als ik naar jullie allemaal kijk, gelukkig zijn jullie inderdaad een beetje dichterbij gekomen, dan zie ik allemaal vrouwen die volgens mij van top tot teen prima voor zichzelf zorgen. Leuke schoenen, lekker naar de schoonheidsspecialisten, mooie nageltjes. Dus ik kijk even naar jou. Hoeveel paar schoenen heb jij? Oh ja, dat is wel heel erg. Ja, dat tel kwijt. Dat zegt al genoeg dan, hè? Ja, heel veel. En dan kijk ik even naar jou. Hoeveel tassen heb jij? Zo ernstig is het, hè? Ja. Ja, en eigenlijk vraag ik dat om ook te zeggen van, waarom doen we dat dan ook niet met haar? Want ik heb heel vaak discussies met mensen van, jeetje, maar je hebt je haar afgeknipt, hoezo heb je dat gedaan? Ik zeg, hoezo zou ik gewoon 20 jaar met hetzelfde haar gaan lopen? En dat sluit ook weer aan bij de idee van Jennifer, dat het gewoon heel leuk is om af en toe te zeggen, ik doe eens een ander kleurtje, ik doe eens een andere lengte, ik maak het korter, ik maak het langer. En dat heeft zij gedaan. En mijn eerste vraag was toen gelijk, hoe doe je dat dan bij jezelf op? Nou, daar is een ontzettend mooi filmpje van gemaakt.